Dit is de Xiaomi bewegingssensor. Deze sensor werkt op het Zigbee protocol, heeft een meetbereik van 7 meter en een angle view van 170 graden. In de verpakking vind je een kleine handleiding. Je vindt een voetje waar je hem op kan monteren en die je even later aan de wand kan hangen en in verschillende hoeken kan monteren. Het voetje is 3 cm hoog. Je vindt de sensor zelf in de verpakking. Deze is ook 3x3 cm en je vindt nog een extra stickertje. Deze sensor die meet dus beweging, maar ook de lichtsterkte, wat je eventueel weer in de flows kan gebruiken om dingen op het aantal lux te schakelen. Laten we eens gaan kijken hoe we de sensor kunnen gaan koppelen in Homey. Dus pak even de Homey app erbij. En dan ga je naar het apparatentabblad en vervolgens ga je naar het plusje in de rechterbovenhoek. Nu heb ik de Aquara en Xiaomi Zigbee app al geïnstalleerd. Heb je dat nog niet gedaan, moet je dat eventjes doen. En dan kunnen we daar op tikken. En dan zien we hier Aquara Motion Sensor staan. Nou, die willen we gaan toevoegen. Dus daar tikken we op. Zeggen we installeren. En nu krijgen we weer een wizard. En hij zegt dat hier op de zijkant zit een klein knopje en die moet je 3 seconden indrukken. Het ledje gaat knipperen. En zoals je ziet wordt hij nu toegevoegd aan Homey. Dus daar moeten we even op wachten. Nu is de sensor toegevoegd aan Homey. En we zien dat hij al meteen de beweging detecteert. Nu houden we hem even lang ingedrukt. En nu zien we hier bewegingsalarm is aan. En nu zien we hier helderheid. Die moet je nog eventjes gaan detecteren. Maar dat zal zo meteen wel komen. Daarnaast zien we nog een batterijtje. Nou, die is goed. En daar krijgen we nog een tabbladje met wat er allemaal gebeurd is. Kijk, hij heeft inmiddels de helderheid ook gevonden. Kunnen we hier nog op het tandwieltje drukken voor de instellingen. We kunnen een naam en een zone gaan opgeven. En als we dan bij de geavanceerde instellingen gaan kijken, dan kunnen we hier nog de schakeltijd invullen wanneer de bewegingsalarm uit moet. Ik zet die meestal zelf op 60. Dus na een minuutje gaat die uit. Nou, batterijalarmwaarde bij 20% vind ik prima. Een hacked sensor, die zou je eventueel kunnen invullen. Op internet gaan er wat tutorials rond om deze sensor een kortere bewegingstijd te geven. En dan moet je een paar draden solderen en dan gaat die sneller dan die 60 seconden gaat die uit. Dus mocht je dat gedaan hebben, dan kan je dat hier aangeven. En voor de rest zien we hier nog wat gegevens van de sensor. Tik ik op het plusje in de rechterbovenhoek. En dan gaan we eens kijken naar de Flow Editor. Nu we in de Flow Editor zijn, gaan we eventjes in de Als kolom kijken. En nu zien we hier de sensor. In de Als kolom kan je zeggen beweging gaat aan of beweging gaat uit. De helderheid is veranderd. Je kan de batterijwaarschuwing kan je een flow van maken. Of het accuniveau is veranderd. Als we dan in de N-kolom gaan kijken, dan zoeken we de sensor weer op. En dan zeggen we bewegingsmelder is aan of de bewegingsmelder is de batterijwaarschuwing is aan. Dan kan je natuurlijk ook weer inverten, dus dan kan je ook zeggen de bewegingsmelder is uit of de batterijwaarschuwing is uit. Dan gaan we eventjes naar de Dan-kolom. En dan zoeken wij de sensor weer op. Oh, in de dan-kolom hebben we geen kaarten.
Vond je dit nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En als je toch bezig bent, klik meteen even op dat belletje. Dan krijg je elke keer een nieuwe notificatie als ik een nieuwe video plaats. Wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag weer bij een nieuwe.